Welkom bij Aardrijkskunde. We gaan het hebben over hoofdstuk 3, Indonesië. Ik bespreek dit hoofdstuk per paragraaf. Skip de paragrafen die je niet nodig hebt. We gaan dus vooral naar het land Indonesië kijken, wat in Zuidoost-Azië ligt. Af en toe maken we ook wel een zijsprong naar de buurlanden van Indonesië. De bedoeling van dit hoofdstuk is om je een goed geografisch beeld van Indonesië te geven. Indonesië ligt op de Eurasiatische plaat. Een groot gedeelte van deze Eurasiatische plaat is ondergelopen door de stijgende zeespiegel en maakt dus deel uit van een zee. Je ziet hier ten zuiden ligt de Diepe Oceaan. Indonesië en geheel Zuidoost-Azië liggen in de buurt van vele breuklijnen. En zoals jullie weten, de breuken ontstaan door krachten van binnenuit endogene krachten. En daar gaat dus paragraaf 2 over. Wat zijn dan de gevolgen van deze endogene krachten voor Indonesië? Wel nu, er is veel vulkanisme. De vulkanen zorgen voor een groot deel van Indonesië voor een vruchtbare bodem. Behalve op het eiland Borneo, daar zijn geen vulkanen. En daar profiteren ze dus niet van de vruchtbare as van vulkanen. Natuurlijk zijn er ook aardbevingen bij plaatgrenzen, bij botsende plaatsgrenzen. Hoort ook aardbevingen. En omdat heel veel breuken onder de oceaan ontstaan er ook tsunamis. En de botsende platen zorgen ook voor gebergtevorming. Het vulkanisme zorgt ervoor dat er in Indonesië lahars kunnen voorkomen. Dit zijn modderstromen. Deze ontstaan als een vulkaan uitbarst. Veelal ligt er op de top van een vulkaan sneeuw of de krater van zo'n vulkaan is gevuld met water. Als zo'n vulkaan dan uitbarst, komt het gesmolten sneeuw of het water stroomt dan daarmee naar beneden en neemt natuurlijk de bodem mee en zorgt dan voor een modderstroom, oftewel een lahar. Een ander voordeel van de breuklijnen van botsende platen is dat er veel edelmetalen voorkomen. Goud, zilver, nikkel, tin, noem maar op. Deze ontstaan doordat deze metalen, als de magma bij subductie door de aardkorst omhoog kruipt, deze metalen stollen pas als laatste. Dat betekent dat ze daardoor helemaal bovenaan de aardkorst voorkomen en ze dus makkelijk toegankelijk zijn. Door erosie komen deze edelmetalen bloot te liggen en worden ze veelal meegenomen door riviertjes. En dan kan de plaatselijke bevolking kan ze dan door middel van zeven uit het water zeven alle kleine deeltjes goud, zilver en wat nog meer is. Verder komen in Indonesië ook veel fossiele energiebronnen voor als olie en gas. Dus edelmetalen komen bij plaatranden voor, waar ze door de subductie dat komen de edelmetalen omhoog en ze stollen pas als laatste. En Indonesië heeft veel fossiele energiebronnen. En deze komen ze voor omdat Indonesië op een zogenaamd continentaal plat ligt. Dus op de Eurasiatische plaat. Indonesië ligt dus op een ondergelopen, ondiepe deel. Een ondiepe zee dus. Dit gedeelte noemen we dus een plat, een continentale plat, zoals je hierboven kan zien, het gedeelte B. In deze ondiepe zee en ook voor de zeespiegelstijging was dit een moerassengebied en dit heeft ervoor gezorgd dat alle dode diertjes in het verleden die naar de bodem zijn gezonken en later in de loop van de miljoenen jaren diep in de aardkorst is terechtkomen, zijn omgezet tot aardolie en aardgas. Paragraaf 3, exogene krachten. We gaan dus kijken naar de klimaten. Nou, Indonesië, de evenaar loopt eigenlijk dwars door Indonesië heen.
Dat betekent dus dat daar een tropisch klimaat voorkomt. We hebben in Indonesië een aantal tropische klimaten. Als eerste een AF-klimaat. A staat voor tropisch, dat de temperatuur in de koudste maand nooit onder de 18 graden komt. Het kleine lettertje F staat voor dat er elke maand neerslag is. Oftewel het tropisch regenwoudklimaat. Er zijn ook gebieden in de buurt van Indonesië op het vasteland Zuidoost-Azië en ten noorden van Australië, daar een AW-klimaat is. A staat weer voor tropisch. In de koudste maand is het altijd boven de 18 graden. En de kleine letter W staat ervoor dat er in de wintermaanden, dus een aantal maanden, dat het droog is. We noemen dit ook wel een savanneklimaat. Oftewel, een savanne, daar groeien minder bomen. En heb je dus meer gras, een combinatie van bomen en gras. Er is ook een AM-klimaat. A staat weer voor tropisch en de kleine letter M staat voor moesson. En zoals jullie weten, een moesson, dat zijn halfjaarlijkse draaiende winden. Enig deel van het jaar kan het heel erg nat zijn als de winden van de zee komen. En een ander deel van het jaar kan het dan heel erg droog zijn als de wind van het vasteland komt. Nou, waarom nou allemaal daar? Het heeft dus te maken met de seizoenen, het verschil tussen land en zee. Hè, ook als er bergen zijn, zoals op Sumatra, dan kan er ook voor zorgen dat er een natte en een drogere kant is op het eiland. Het heeft te maken met de posities van de maxima en minima, oftewel van de hoge luchtdrukgebieden en lage luchtdrukgebieden. Zoals jullie weten, de intertropische convergentiezone, het lage drukgebied wat rond de evenaar ligt, schuift halfjaarlijks iets naar het noorden en dan weer iets naar het zuiden. Omdat de aarde schuin staat en in de jaartijd om de zon heen draait. Het heeft ook te maken met de Coriolis effect. Zoals jullie weten, op het noordelijk halfrond wijkt de wind af rechts en op het zuidelijk halfrond wijkt de wind af naar links als je deze in de rug hebt. Natuurlijk hoort bij een A-klimaat ook hoort heel veel neerslag. In Indonesië neemt eigenlijk de neerslag af als je van het westen naar het oosten gaat of als je van het noorden naar het zuiden gaat. Zoals je ziet, het rode gedeelte. Het droge gedeelte is ongeveer tussen de 600 en 1000 mm neerslag per jaar, vergelijkbaar met Nederland. En de andere kleuren geven aan dat daar in Indonesië heel veel regen valt, dus duidelijk veel meer dan in Nederland. Het is ook niet voor niks een A-klimaat. Natuurlijk is er een samenhang de klimaten met de landschapszones en het bodemgebruik. Waar er een AF-klimaat is in Indonesië, dus waar er elke maand neerslag is, daar is een zogenaamde droge rijstbouw. De rijstplantjes hoeven dan niet in water gezet te worden, gepoot te worden, want er valt genoeg regen voor deze plantjes. In de gebieden waar er savanneklimaat is, AW-klimaat, daar moeten we dan de rijstplantjes wel in water planten, omdat een aantal maanden per jaar droog is en de rijst moet nu eenmaal nat staan. Dus dat maakt het verschil uit tussen droge rijstbouw, het AF-gedeelte, en natte rijstbouw in het AW-gedeelte, waar het een paar maanden per jaar droog is. Paragraaf 4. De bevolkingsgroei en migratie in Indonesië. Goed. De natuurlijke bevolkingsgroei, dus het verschil tussen geboorte- en sterftecijfers, neemt af in Indonesië. Als je naar deze bevolkingsdiagram kijkt, de mannen blauw staan links, de vrouwen staan hier rechts. Hier zie je de leeftijdsopbouw. 1980, deze groene lijn, zie je dat er 1980 heel veel jongeren waren, dat het vorm had van een piramide. In het jaar 2010 zie je dat de piramide hier aan de onderkant minder aanwezig is. En er worden dus nu al duidelijk minder jongeren geboren. En in het jaar 2020 zie je dat het zelfs gaat krimpen wat voor betreft aantal jongeren. Er worden dus steeds minder kinderen geboren. Dit komt door family planning. Het beleid van de Indonesische overheid om te zorgen dat gezinnen maar twee kinderen nemen.
en het maakt niet uit of het een jongen of een meisje is. Ook de armoede neemt af. Verder, als er beter onderwijs is, bevordert ook dat er minder kinderen worden genomen. Mensen zijn beter opgeleid. En ook de toegenomen verstedelijking zorgt ervoor dat de bevolkingsgroei afneemt. Ja. Als de economie moderner is, is men dus verder in de demografische transitie. Wat was het ook alweer? Het waren een aantal fases waar landen doorheen gaan. Dus Indonesië is ook in een fase dat de geboortecijfers gaan afnemen. De sterftecijfers zijn ook al afgenomen door een betere gezondheidszorg, door betere welvaart. Dus dat betekent dat de totale bevolkingsgroei in de toekomst dus gaat afnemen. Dus Indonesië schuift ook op in de demografische transitie. Het dichtstbevolkte eiland van Indonesië is Java. Dat komt omdat daar vulkanische bodems zijn, dus heel erg vruchtbaar. Er is ook veel water, irrigatiewater beschikbaar. Dus intensieve rijstbouw is mogelijk. Tot wel 3 oogsten per jaar. En dat zorgt ervoor dat er veel voedsel beschikbaar is en dat er veel mensen kunnen wonen. Binnenlandse migratie in Indonesië. Het urbanisatietempo is heel erg hoog. Zoals dat plaatje met de trein laat zien. Veel mensen van binnenland vertrekken naar de stad. Dit leidt dan tot een hogere urbanisatiegraad. Dat betekent dat het percentage van de bevolking wat in de stad woont steeds hoger wordt. En natuurlijk ook tot slums. De steden kunnen de toestroom van mensen niet verwerken en mensen zoeken dan een huisvesting in zelfgebouwde krottenwoningen. Nou, in grote lijnen. Doordat er een sterke verstedelijking is, krijg je eigenlijk ook uniforme stedelijke landschappen. De steden zien overal hetzelfde uit. Hier zie je op de voorgrond zo'n slum, zo'n krottenwijk. De modernisering gaat best wel snel. Alles moet eigenlijk wijken voor de nieuwe stad en is ook best wel groot. Er ontstaan dus megasteden, grote steden. Megasteden zijn steden met meer dan 10 miljoen inwoners, maar zijn verder economisch en politiek hebben ze geen macht. Er is uiteraard ook veel luchtverontreiniging door al het verkeer wat daardoor aanwezig is. En er is een overbevolking. En zoals jullie begrijpen, heel veel mensen die hun toevlucht in de stad zoeken, vinden niet altijd werk. En die proberen een bestaan op te bouwen in de informele sector. Transmigratie. Indonesië heeft een politiek gevoerd dat het dichtbevolkte Java, dat heel veel mensen uit Java naar andere delen van Indonesië moesten verhuizen. Het is niet echt gelukt. Waarom is het dan mislukt? Nou, veelal gingen ze dus naar eilanden waar de bodems dan niet zo vruchtbaar waren. En ja, dan zijn er te veel mensen en dan wordt de bodem te intensief gebruikt en raken de bodems uitgeput. Heel veel mensen hadden natuurlijk heimwee naar hun eigen eiland Java. En er ontstonden vaak ook op de andere eilanden waar de mensen naartoe verhuisden conflicten. Dus transmigratie. Oftewel, javanisering van de andere delen van Indonesië is mislukt. Paragraaf 5. Economie en ontwikkeling. Zoals jullie in de vierde klas al geleerd hebben, de welvaart kan je meten aan het bruto nationaal product per hoofd, als je het met andere landen gaat vergelijken. Je kan ook naar een regio kijken, dan kijk je naar het bruto regionaal product. Je kijkt naar de verdeling van de beroepsbevolking ten opzichte van andere landen. En hoe meer mensen in de dienstensector werken, hoe welvarender een land is. Je kan kijken naar punt 4, de samenstelling van het import- en exportpakket. Ontwikkelingslanden voeren vaak veel grondstoffen uit. Je kan ook kijken naar de handelsbalans. Is de waarde van je export groter dan de import? En ja, eigenlijk kortom, kom je als land geld tekort of houd je over? Indonesië is nog wel een ontwikkelingsland, maar geen arm ontwikkelingsland meer. We zeggen eigenlijk, het heeft een lage middeninkomen. Het is een lage.
lage middeninkomensland. Indonesië heeft een gemengde economie, dus geen enkel exportpakket bedraagt meer dan 50%. En dat is gunstig, want dan zijn ze niet afhankelijk van één exportproduct. Wel, Indonesië heeft nog geen brede koopkrachtige middengroep, wat vaak heel erg belangrijk is voor de economie van een land. Als je verder kijkt naar de alfabeteringsgraad, de levensverwachting, de koopkracht, neemt Indonesië eigenlijk een middenpositie in Zuidoost-Azië, oftewel de VN-welzijnsindex. De VN-welzijnsindex gaat van de schaal 0 tot 1 en Indonesië staat op 0,6, dus op zich niet slecht. Er is dus vooruitgang, maar ze behoren nog steeds tot de periferielanden. En ze behoren dus nog niet tot de semi-periferie landen, alhoewel ze hard op weg zijn. Helaas, wat natuurlijk een grote nadeel is voor in hun ontwikkeling, is Indonesië nog heel erg corrupt. Als je daar wat voor elkaar wilt krijgen, dan moet je veel smeergeld betalen. Paragraaf 6, globalisering. Zoals jullie weten, globalisering heeft met de economie te maken, bedrijven zoeken locaties waar ze goedkoop mogelijk hun producten kunnen produceren. We gaan de drie sectoren tertiair, secundair en primair eens even nader bekijken voor wat betreft de globalisering. Tertiaire sector, oftewel de dienstensector, hier zie je de toeristen op het strand. De primaire sector, dus als je alle producten rechtstreeks uit de natuur haalt, zoals bosbouw of mijnbouw. En de secundaire sector, oftewel de industrie. Producten uit de natuur, daar worden dus eindproducten van gemaakt. Globalisering en de primaire sector. Wel nu, eerst even het begrip exportvalorisatie. Je kan bijvoorbeeld je bomen kappen en dan rechtstreeks verkopen aan het buitenland. Maar je kan ook bijvoorbeeld de bomen die je gekapt hebt eerst bewerken tot hun balken of andere houtproducten zoals tuinmeubelen en die dan verkopen. Dan verdien je meer aan je export. Je noemt dit dus exportvalorisatie. Voor wat betreft de landbouw, heel veel gebieden zijn overgegaan van traditionele naar moderne landbouw voor de export. Hierdoor is er op het platteland wel een tweedeling ontstaan. Grote commerciële boeren die naast kleine boeren bestaan. Kleine boeren kunnen vaak de dure veranderingen niet aan. Ze hebben daar geen geld voor. En dat betekent dat zij dan vaak de landbouwsector moeten verlaten. De grote commerciële boeren die doen dus aan plantagebouw. Dus grootschalige bedrijven waar ze thee, koffie of palmolie produceren voor verkoop aan de wereldmarkt. De secundaire sector en globalisering. Na de jaren 80, toen besloot Indonesië eenvoudige industrieproducten te gaan produceren voor eigen gebruik, zodat je deze niet meer hoeft te importeren. We noemen dit importsubstitutie. Echter, dit heeft niet helemaal gewerkt zoals ze dat gehoopt hadden, want vaak ontbrak de technologie had wel het beste en Indonesië had deze technologie niet echt in huis. Ook konden ze eigenlijk te weinig verkopen in hun eigen land, omdat de mensen gewoon niet koopkrachtig genoeg zijn hiervoor. En er was vaak ook geen geld om dan de machines en de fabrieken neer te zetten. Wel nu, men besloot toen over te stappen op het produceren van eenvoudige goederen voor de export. Hiervoor werden multinationals, buitenlandse grote bedrijven aangetrokken, die dus deze kennis en geld voor had, zodat er fabrieken opgericht konden worden voor de export. Natuurlijk waren het fabrieken waarbij arbeidsintensieve en goedkope eindproducten werden gefabriceerd, bijvoorbeeld zoals op dit plaatje, schoenen. Wel nu,
Dus dit laatste, het was best wel succesvol, dus dat de MNO's werden aangetrokken naar het land. Hierdoor is er veel werkgelegenheid ontstaan, het land is welvarender geworden, de koopkracht van de Indonesiërs is gestegen. Dus van importsubstitutie, wat niet heeft gewerkt, naar exportgerichtheid. We komen dan terecht bij het zogenaamde vliegende ganzenmodel. Dat betekent dat buitenlandse bedrijven neerstrijken in een bepaald land. Zij benutten alle comparatieve voordelen wat een land maar te bieden heeft. Goedkope arbeidskrachten, weinig belastingen die ze hoeven te betalen, goedkope grond, geen moeilijke vakbonden. Als op een gegeven moment zulke comparatieve voordelen verdwijnen, omdat de lonen bijvoorbeeld stijgen, dan vertrekken de bedrijven en zoeken ze weer een ander land op, waar ze dan weer neerstrijken. De lokkertjes voor deze MNO's, voor deze vliegende ganzen, zijn dat dus de goedkope arbeid, de goedkope grond, geen of lage belastingen en een kleine rol van de globalisering en de tertiaire sector. Wel nu, ook in de tertiaire sector, de dienstverlenende sector, heeft zich ontwikkeld in Indonesië. We denken aan toerisme, financiële en juridische dienstverwerking, verlening bedoel ik, en marketing. Denk aan reclamebureaus. Ook deze formele sector is opgezet met buitenlands kapitaal. Natuurlijk is de informele sector, de niet-officiële economie, in veel steden in Indonesië nog de belangrijkste werkgever voor de meeste Indonesiërs. Dus naast Indonesië proberen eigenlijk alle landen in Zuidoost-Azië zich te richten op het produceren van artikelen voor de export. Dus exportgerichtheid. Daarvoor is veel buitenlands kapitaal dus nodig. En dit betekent eigenlijk, ondanks dat een land als Indonesië en andere landen in Zuidoost-Azië, die nu wel onafhankelijk zijn geworden, dus niet meer koloniaal worden overheerst, eigenlijk nog steeds afhankelijk zijn van het westen, van het centrum. Dit noemen we dus een centrum-periferie verhouding. De Indonesische economie staat nog eigenlijk steeds weer in dienst van de rijke landen, net zoals vroeger. En jullie snappen, door de globalisering neemt dus het aantal externe economische relaties met andere delen van de wereld toe. Paragraaf 7, regionale diversiteit. In Indonesië en eigenlijk in heel Zuidoost-Azië is er een grote diversiteit in culturen. Dat komt bijvoorbeeld omdat er heel veel talen worden gesproken, zoals je op dit kaartje kan zien. Dat komt omdat er heel veel godsdiensten zijn. Deze grote culturele diversiteit is eigenlijk ontstaan door de grote relatieve afstanden in dit gebied. Wat is dat ook alweer, relatieve afstanden? Absolute afstand betekent eigenlijk van punt A naar punt B is het zoveel kilometer. Dat verandert nooit. En relatieve afstand betekent eigenlijk de moeite die je moet doen om ergens te komen. Wel nu, omdat er in het gebied veel bergen zijn, veel zeeën, veel eilanden, dat betekent eigenlijk dat er altijd wel een soort scheidingslijn, barrière was, zodat de mensen vroeger moeilijk met elkaar in contact konden komen. Dus door de grote relatieve afstanden van de zee en van het relief is er een grote culturele diversiteit in dit gebied. Wel nu, de ontwikkeling van Indonesië verloopt eigenlijk in verschillende snelheden. Lokaal, mondiaal. Dus lokaal hebben we nog veel de buitengebieden van Indonesië behoren eigenlijk nog tot de periferie. En bijvoorbeeld het eiland Java met de hoofdstad Jakarta, dat kunnen we eigenlijk het centrum noemen binnen Indonesië. Indonesië als geheel mondiaal bekeken behoort nog tot de periferie, maar binnen Indonesië, en zoals jullie weten, eigenlijk binnen elk land heb je een centrum en ook een periferie. Paragraaf 8, de ontbossing in Indonesië. We gaan daar economisch en ecologisch naar kijken. Goed, de twee dimensies, economische dimensies, ecologische dimensies. Nou, economische dimensie, het kappen van tropisch regenwoud,
levert natuurlijk veel geld op voor het land. Het is goed voor de handelsbalans, want een hardhouten boom levert heel veel geld op. En zeker als je de producten nog eens een keer door middel van exportvalorisatie bewerkt tot eindproducten of tussenproducten als balken of eindproducten als tuinmeubelen, dan levert dat veel geld op. Ook wordt er veel tropisch regenwoud gekapt voor de aanleg van palmolieplantages, wat ook veel geld oplevert. Ecologisch is het natuurlijk heel erg slecht. De biodiversiteit, de hoeveelheid, de soorten van planten en dieren neemt daardoor af. Ook vaak heeft de inheemse volkeren hiervan te lijden dat het tropisch regenwoud wordt gekapt. Vaak gaan ook de opbrengsten van het kappen van het regenwoud en van de oliepalmplantages heel veel naar het buitenland, omdat het vaak in handen is van machtige multinationals. Ontbossing van landbouw naar sedentaire landbouw. Landbouw betekent dat inheemse volkeren aan zwerflandbouw doen. Ze kappen of ze branden een stukje tropisch regenwoud plat. En daar hebben ze een aantal jaren akkertjes. En als het gebied op een gegeven moment onvruchtbaar is geworden, trekken ze weer een stukje verder het oerwoud in. En beginnen daar dan opnieuw. Het oude gedeelte wat ze eerst gebruikt hebben, dat groeit dan meestal wel weer vanzelf aan. Dit is dus niet zo schadelijk. Sedentaire landbouw, dat betekent dat de boeren dan op een vaste plaats blijven wonen en de grond dus intensief gebruiken, is wel schadelijk, omdat de grond op een gegeven moment uitgeput wordt. Dus bij landbouw of zwerflandbouw is er een evenwicht en bij sedentaire landbouw is er dan vaak geen evenwicht. Als je naar schaalniveau kijkt, dan is landbouw eigenlijk heel erg kleinschalig, lokale schaal. En sedentaire landbouw is ook wel lokaal, maar omdat er steeds meer sedentaire boeren komen door de natuurlijke bevolkingsgroei en ook doordat er nu granten komen, is er natuurlijk een soort net van landhonger. En ja, dan krijg je heel veel van deze sedentaire boeren. De boeren hebben ook vaak hout nodig als brandstof, dus de omliggende bomen worden daar dan ook, daarvoor ook nog eens gekapt. Nou, behalve de lokale mensen zijn natuurlijk dus, wat ik al zei, veel buitenlandse partijen bij betrokken. Voor commerciële houtkap, voor de houtverwerkende industrie, voor houtskoolfabrieken. Dus eigenlijk 70% van het Indonesisch bos wordt of is illegaal gekapt, ook door de corruptie van de bestuurders. Ook mijnbouw verwoest veel tropisch regenwoud. En door de verwinning van delfstoffen worden heel veel bossen gekapt of vernietigd. Ook zijn er veel projectontwikkelaars, grote projectontwikkelaars, die bossen kappen voor de aanleg van plantages of toeristengebieden of garnalenkwekerijen. Nou nu, als er grootschalig bos wordt gekapt, krijg je ook vaak een verstoorde waterbalans. Er zijn geen bomen meer die de grond, de bodem kan vasthouden. Je krijgt dan aardverschuivingen in de bergen. En stroomafwaarts, dan krijg je ook veel slip in de delta's, in de rivieren. Wat ook vaak slecht is voor de koraalriffen. Al met al veel landdegradatie. Dus door de ontbossing van het Indonesische tropische regenwoud. We zeggen eigenlijk, het kostbare landbouwgrond verdwijnt hierdoor en de draagkracht van het gebied wordt een stuk minder. Dus hoeveel kan de natuur hebben om zich, zodat ze zichzelf op een natuurlijke manier kan herstellen? Nou, deze draagkracht wordt dus steeds minder. Paragraaf 9, de maatschappelijke gevolgen van ontbossing en het beleid. Nou, wat ik net al aanhaalde, biodiversiteit wordt verlaagd, waterbalans wordt verstoord, er is landdegradatie. Veel inheemse volkeren moeten dan vertrekken, omdat het bos voor hun ogen verdwijnt. Ook door de vele bosbranden ontstaat er luchtverontreiniging. Goed, het aanpak van ontbossing is heel erg moeilijk.
vanwege de onverschilligheid van de boeren. Je moet bedenken, deze mensen zijn heel erg arm. Ze proberen te overleven in hun arme bestaan om dagelijks weer brood op de plank te krijgen. Ook is er een gebrek aan kennis om het anders aan te pakken. Natuurlijk, grootgrondbezitters en grote bedrijven willen alleen veel geld verdienen en denken alleen aan hun eigen belang. Ook is er een explosieve bevolkingsgroei. Al die mensen willen natuurlijk een betere toekomst en vinden natuurlijk het milieu even minder belangrijk. Ook is er een soft state, zeg maar een staat, een bestuur met weinig bestuurlijke kracht en ze kunnen heel erg moeilijk de wet handhaven. Ruimtelijke afwenteling, dat is een ander groot probleem. In het Westen proberen wij onze milieuproblemen, onze vervuilende activiteiten af te wentelen naar gebieden, dus periferielanden, waar de milieuregels en de milieuwetten dus niet zo streng zijn. En dat noemen we dus ruimtelijke afwenteling. Deze grafiek zegt iets over Indonesië en de landen rondom Indonesië. Wat voor wat betreft het salarisniveau van een politieagent ten opzichte van bijvoorbeeld bankpersoneel. Nou, zoals je ziet verdient een politieagent veel minder ten opzichte van iemand die in een bank werkt. Dus dat betekent dat de politie dus heel erg gevoelig is voor corruptie. En dat is een ander groot probleem om problemen als ontbossing, illegale houtkap aan te pakken. Ook, ondanks dat er dus internationale afspraken zijn gemaakt over het milieu om ontbossingen aan te pakken, is er gewoon het grote probleem dus van corruptie. En de overheid doet eigenlijk nauwelijks iets aan. De overheid heeft geen goed plan, een asset management, om het een en ander, als er problemen optreden, als er rampen optreden, om dat goed te kunnen aanpakken. Nou nu, milieubewegingen gaan eigenlijk over op een nieuwe strategie. Want het bestuur is heel erg zwak, soft state. En mensen zijn relatief arm. En alles met wat we net hebben besproken. De regeringen kunnen het eigenlijk de ontbossingen moeilijk aanpakken, de illegale ontbossingen. Dus nieuwe strategie. Hoe gaan we het dan aanpakken? We gaan dus niet meer zo wachten op die overheden, zoals in Indonesië. We gaan de consument veel meer bij betrekken. De consument moet een grotere rol spelen om ontbossingen, illegale houtkap aan te pakken. De financiering van houtkap door bijvoorbeeld pensioenfondsen en grote banken, die moet aangepakt worden. De publieke opinie, de westerse consument moet gevoelig gemaakt worden om alleen duurzaam hout te kopen. Hout waar certificaat op zit, die dat betreffende hout verantwoord is gekapt. Waar een goede controle over is geweest. Paragraaf 10. Conflicten met mensen. Indonesië is een seculiere staat. Dat betekent dat de staat, de politiek, niet aan religie gebonden is. Religie staat dus apart van het bestuur, van de politiek. Het aantal moslimfundamentalisme neemt toe. Eigenlijk is Indonesische moslims zijn heel erg lang gematigd, maar heel veel groeperingen willen eigenlijk weer terug naar de oude strenge tradities. Het antwoord hierop is dan de politieke islam. Wel, de voedingsbodem van deze politieke islam is eigenlijk de snelle modernisering, de snelle verwestering. De globalisering geeft ook eigenlijk een toename van sociale en regionale ongelijkheid. En grotere verschillen tussen rijk en arm. De westerse manier van het leven is vaak niet het antwoord voor de vele problemen van arme mensen. En de politieke islam speelt hier dan handig op in. Goed, natuurlijk bedreigt dit de politieke stabiliteit van Indonesië.
De reactie hierop is de War on Terror. Uiteraard vertraagt dit in Indonesië een verdere democratisering. Het leger, die eigenlijk terug moest naar zijn kazernes na de val van de dictatuur van Suharto in 1998, hebben nu een goed excuus om nog overal de touwtjes goed in handen te houden in verband met de War on Terror tegen de politieke islam. Conflicten met mensen, Chinezen. Chinese emigranten die waren eigenlijk overal wel welkom. Ze zijn harde werkers. Ze passen zich enigszins aan en bouwen een eigen sociaal en economisch netwerk op. Nou, de positie van de Chinese minderheden in Indonesië, economisch gezien, zijn ze eigenlijk sterk. Chinezen kennen een eigen vorm van financiering buiten de officiële banken om. Dus ze hebben eigenlijk gemakkelijk toegang tot kredieten, makkelijker dan de meeste autochtone inwoners. Al met al vormen ze wel een handelsminderheid, maar economisch doen ze het eigenlijk best wel goed. Politiek zijn ze onmachtig, politiek hebben ze weinig te vertellen. Goed, dit geeft natuurlijk veel jaloezie doordat het de Chinezen beter afgaat dan de autochtone bevolking. Ze zijn veelal rijker, ze zijn ook vaak katholiek en dat geeft natuurlijk ook problemen in een moslimland. Daardoor is de Chinese minderheid van tijd tot tijd de zondebok, zoals je kan zien op deze twee plaatjes. Er is dan regelmatig zijn er vijandigheden, dat is discriminatie. Ze worden vals beschuldigd. Het zijn brandstichtingen, geweld, verkrachtingen, lynchpartijen. Veel Chinezen durven dan niet meer te zeggen dat ze van Chinese afkomst zijn. Zoals ik net al zei, de Chinezen passen zich echt best wel aan. En de mate van integratie of assimilatie hangt een beetje af van het land waartoe ze zijn geëmigreerd. Integratie betekent dat je deel uitmaakt van de nieuwe samenleving, maar je behoudt toch nog wel een gedeeltelijk je eigen culturele kenmerken. Assimilatie betekent dat je geheel hebt aangepast aan de nieuwe samenleving. Dus afhankelijk van de mate dat de Chinezen zich vrij voelen, dat ze niet onderdrukt worden, zijn ze geïntegreerd of geassimileerd. Paragraaf 11. Conflicten met gebieden. Het hoofdeiland in Indonesië is het eiland Java. Het is ook het dichtst bevolkt. Daar zit de hoofdstad Jakarta. En hoe verder de eilanden van het hoofdeiland Java is verwijderd, hoe groter eigenlijk de conflicten oplaaien ten opzichte van Java. Eigenlijk is Indonesië een mozaïek van allerlei culturen, van godsdiensten. En dat zorgt voor veel conflicten. Als je bijvoorbeeld wil zich heel graag losmaken van Indonesië, ze willen eigenlijk onafhankelijk worden. Dus daar speelt separatisme zich ook op. Ze voelen zich, al die buitengebieden rondom Java, voelen zich vaak niet verbonden met de rest van Indonesië. Niet etnisch niet gebonden, religieus niet gebonden en cultureel niet gebonden. Ook heeft de Indonesische politiek ervoor gezorgd dat veel mensen inwoners uit Java zich hebben verspreid over de rest van Indonesië, de zogenaamde Javaanse transmigranten. En dat geeft ook heel vaak spanningen op de andere eilanden. Ook de opbrengsten van de oliewinning gaat hoofdzakelijk naar Jakarta toe, op Java ligt. En denk aan Groningen, de opbrengsten van de gasopbrengsten gaan dan vaak richting de Randstad, andere delen van Nederland en de Groningers profiteren daar zelf heel erg weinig van. Ook in Borneo zijn er gewelddadige reacties gekomen vanwege alle Javaanse transmigranten die daar verhuisd zijn.
politiek van de Indonesische regering was eigenlijk een Javanisering. Dat betekent dat de politiek van de Indonesische overheid was om alle buitengebieden rond het eiland Java, zeg maar, op te nemen in de culturele hoofdstroom van het eiland Java. Jullie snappen wel dat heel veel mensen in deze buitengebieden hierop reageren, omdat ze vinden dat hun zelfbeschikkingsrecht, hun eigen territoriale integriteit aangetast wordt. Ze willen graag ook hun eigen cultuur, hun eigen gewoontes behouden en geen opgedrongen Javanisering over zich heen krijgen. Wel, al met al zijn er veel conflicten in al deze buitengebieden, zoals jullie kunnen zien met die sterretjes. Ook bomaanslagen door moslimfundamentalisten. En dit zorgt eigenlijk voor centrifugale krachten. Jullie kennen wel een centrifuge. De trommel draait hard in de rondte. De kleding hierin wordt naar de buitenkant geslagen. Het water wordt eruit geslagen. En eigenlijk wordt alles uit elkaar geslagen. Nou, deze centrifugale krachten zijn dan ook in Indonesië aanwezig, doordat Indonesië een mozaïek is van etnische, culturele en religieuze verschillen. Ook de politiek van Javanisering deed geen goed op al die andere eilanden om Javaanse cultuur op te dringen over de rest van Indonesië. Ook is er een regionale ongelijkheid. Java gaat eigenlijk het beste af qua welvaart en de andere eilanden blijven dan achter. En dat geeft ook veel ongelijkheid en dus spanningen. Goed, wel, dit alles leidt tot separatisme. Heel veel buitengebieden willen zich afscheiden van het moederland Indonesië. Dus hoe verder van Jakarta de hoofdstad verwijderd, hoe sterker de centrifugale krachten zijn. Wel goed, de Indonesische regering probeert dan al die conflicten aan te pakken door middel van centripetale krachten. Dus krachten om de mensen, zeg maar, aan elkaar te binden. Dat doen ze door middel van nation building. Met nation building willen ze separatisme tegengaan. Nou, wat is nation building? Bijvoorbeeld één taal, de Bahasa Indonesia. Deze taal wordt in alle uithoeken van Indonesië dan op de scholen gebruikt. Het is de hoofdtaal. Daarmee hopen ze te bereiken dat het hele land als het ware aan elkaar gelijmd wordt, meer verbondenheid ontstaat tussen de mensen. Ook de aanwezigheid van militairen, over een militairen zijn, denkt men ook mensen door middel van nation building te kunnen binden. Verder, zoals net al besproken, Javanisering door die cultuur, hoofdcultuur, ja, van het eiland Java zich te verspreiden over alle andere eilanden. En uiteraard snap je dat dit ook niet goed werkte, want het kan juist ook omgekeerd werken, kan ook heel veel weerstand geven. Gelukkig zijn ze daar wel van afgestapt. Ja, nu, eigenlijk is men eigenlijk bezig tot inkeer gekomen dat het misschien beter is om te zorgen dat er een decentralisatie is van het bestuur. Dat heel veel gebieden eigenlijk meer zelfzeggenschap krijgen over alledaagse zaken. Om daarmee een beetje rust te creëren in alle buitengebieden. Decentralisatie blijkt wel het beste te werken, maar helaas, er is toch nog een groot probleem. Dat is de grote corruptie binnen Indonesië door de grotere sociale ongelijkheid. Dat maakt het gehele proces toch niet eenvoudig. Paragraaf 12. Indonesië en zijn buren. In Zuidoost-Azië is er een samenwerkingsverband opgericht tussen een aantal landen, waaronder Indonesië. Dit noemen we de ASEAN. Het is niet vergelijkbaar met de EU. Hoe is dit ontstaan, dit samenwerkingsverband? Wel, nu, tussen 1946 en 1975 woedde er een koude oorlog. Deze oorlog werd door de VS uitgevochten in onder andere Vietnam en Cambodja. Heel veel andere landen in Zuidoost-Azië wilden niet betrokken raken bij deze oorlog. En daarom hebben ze toen destijds de ASEAN opgericht, een samenwerkingsverband om buiten deze oorlog, koude oorlog, te blijven.
Ook is deze samenwerkingsverband van deze landen in Zuidoost-Azië uitgegroeid tot een politiek en economisch blok. De EU en de VS verwijten wel dat heel veel van deze landen dat daar nog een gebrek is aan een good governance, een goed bestuur. Ook is de oprichting van ASEAN ook van belang om een blok te vormen, om samen sterk te staan tegen invloed van heel veel grote multinationals in hun landen. Wel nu, in politieke spel is het belangrijk, is het best wel goed dat deze landen een beetje samenwerken in de grensoverschrijdende vervuiling. Denk aan de bosbranden of vervuiling van internationale rivieren om dit dan te kunnen oplossen. Ook probeert men gezamenlijk een hazard management op te zetten, een soort waarschuwingssysteem voor rampen. Bijvoorbeeld denk aan tsunamis. Er zijn nog heel veel andere problemen die oplossingen vragen in dit gebied. Denk aan territoriale conflicten. Van wie is het olie, van wie is het gas? Bijvoorbeeld in dit geassieerde gedeelte. Daar is ook heel veel strijd tussen. Denk ook aan ruzie over hoe je gas erbij dus moet behandelen. Vele illegale Indonesische arbeiders worden vaak uitgebuit. Ook is er een samenwerking om bijvoorbeeld problemen met piraten af te schrikken. Of af te schrikken om dat op te lossen, bedoel ik. Ook kunnen er samen afspraken gemaakt worden om moslimfundamentalisme, de politieke islam, aan te pakken. Het is verder nog even afwachten of de ASEAN zal uitgroeien tot een krachtig politiek en economisch machtsblok in de wereld. Dus economisch ontstaat er een vervlechting tussen de landen. Hè? Want Zuidoost-Azië ligt natuurlijk ook naast grote buren als China en India. En dan is het goed om beter te proberen om samen te werken dan proberen elkaar te verslaan. Nou, nog niet zo lang geleden zijn ook China, Japan en Australië en Nieuw-Zeeland hebben zich ook aangesloten bij de ASEAN. Eigenlijk betekent dit dat bijna de helft van de wereldbevolking is aangesloten bij de ASEAN. Goed, al met al, een schaalvergroting in de samenwerking. Is een Oost-Aziatische Unie zoals de EU? Nou, dat is nog lang niet bereikt, want er zijn nog veel tegenstrijdige belangen, bijvoorbeeld op het gebied van de landbouw. En er zijn economisch sterke en economisch zwakkere landen. En in ieder geval, er moet eerst heel veel orde op zaken gesteld worden. En ook de invoering van een goed bestuur overal, dat is ook nog ver weg. Wel, dit waren de 12 paragrafen van hoofdstuk 3. Op bladzijde 102 vind je nog een korte samenvatting. Ik heb je natuurlijk ook een wat uitgebreidere samenvatting gegeven. Veel succes verder met studeren en ga ervoor.